Welkom lieve yogi in deze les. In deze les gaan we vooral de focus leggen op het vergroten van flexibiliteit in het lichaam, maar op een veilige manier. Dus neem een comfortabele houding aan, waarbij je kunt gaan ontspannen. Schouders laag, hoofd omhoog gelift, maar je kin maar naar binnen. Dus kruin omhoog liever en kin maar naar binnen. Dan ontspan je handen op je benen of op je knieën. Maak eerst contact met je ademhaling. Sluit gerust hier bij je ogen. En dan gaan we samen nog een diepe in- en een volledige uitademing nemen, waarbij je de schouders en alle delen van je lichaam waar je spanning vasthoudt, laat het van je afvloeien. Je ademt heel diep in. En je ademt ontspannen en volledig terug uit. Als je ogen dicht waren, open je heel langzaam je ogen. En van hieruit mag je beide benen voor je uitstrekken. Je voeten allebei ontspannen, maar zorg ervoor dat er ruimte is tussen je voeten. Dat je ze niet samenhoudt, maar mooi in lijn met je heupbotjes. Handen eerst ontspannen op je billen, bovenop je benen. En zorg ervoor dat je hier lift. Dus probeer je rug hol te zetten en is hij niet zo comfortabel, neem dan gerust iets om onder je zitvlak te plaatsen. Dan gaan we eerst een ontspannende in- en een volledige uitademing nemen. Dus je ademt heel diep in. En je ademt ontspannen uit. Van hieruit mag je je linkerhiel naar jezelf toe trekken. Zo dicht mogelijk. En dan ga je met je handen, dus je verstrengelt je handen, onder je rechterbeen, onder je rechterknieholte. En dan heel langzaam, zorg ervoor dat je niet begint door te hangen in je rug. Zorg ervoor dat je gelift blijft. Dan lift je je rechtervoet zo uit de mat. Je onderbeen misschien eerst parallel met de vloer. En als je wat ruimte wat meer bent, dan strek je je been door. En kijk of je voet tegelijkertijd ook kan pointen. Zorg ervoor dat je blijft liften. Als je merkt dat je wat meer ruimte hebt, schuif je handen dichter naar je voet toe. Grijp je enkel vast. Je onderbeen. Dan gaan we hier twee ademhalingen erbij nemen. Je ademt heel diep in, blijf liften. En adem uit. Adem in. En adem ontspannen uit. En dan heel langzaam laat je rechtervoet zo terug in de mat vallen voor je linkervoet of aan de binnenzijde van je voet als dat niet haalbaar is. En dan ga je je linkerarm haken rond je rechterbeen en je rechtervingertoppen achter je zitvlak plaatsen. Ook hier ga je zorgen dat je niet doorhangt, want als je je handpalm in de mat plaatst, ga je al meer de neiging hebben om door te hangen. Dus plaats je vingertoppen achter je. En dan ga je op een inademing gaan liften en op een uitademing twist je. Adem en verleng je rug. En adem uit, twist. Dan de laatste adem in, verleng. En adem uit, twist. En dan kijk je terug naar de voorzijde van je mat toe. Strek dan heel langzaam terug. Beide benen ontspannen door. Hou jezelf mooi gelift. Eerst terug je handen ontspannen op je billen, voeten ontspannen. En dan adem je eerst terug heel diep in. En adem uit. En dan maken we balans. Plaats nu je rechtervoet zo, of je rechterhiel zo dicht mogelijk tegen je aan. En dan haak je je vingers achter je gestrekbeen, dus je linkerbeen in dit geval. En dan inademend lift je linkervoet uit de mat. Kijk tot in hoeverre je dat been wil strekken. Hou je hem parallel met de vloer en is die stretch al voldoende, dan blijf je hier. En anders strek je hem door en gelijk in welke positie dat je bent, point je voet. Dus je teentoppen trek je zo ver mogelijk van je af. En dan gaan we, waar je ook bent, twee ademhalingen erbij nemen. Je ademt heel diep in. Blijf liften ook hier. Adem uit. Adem in. En ontspannen uit. En dan laat je je voet zo terug in de mat vallen. Is nu voor of naast je voet. Neem hiervoor je tijd. En dan haak je je rechterarm rond je linkerknie of linkerbeen. Linkervingertoppen achter je. En dan adem je terug heel diep in. Verleng. Adem uit. Twist. Adem in. Verleng. Adem uit, twist. En dan de laatste adem en verleng. En adem uit, twist. Dan
kijk je terug naar de voorzijde van je mat toe. Strek terug eerst beide benen door, waarbij je je voeten nu mag flexen. Hou ze terug, niet weer samen, maar voeten mooi in lijn met je heupen. Voeten duwen of hielen duwen van je af, trek je tenen naar jezelf toe en dan inademen. Cirkel je beide armen zijwaarts en omhoog. Maak jezelf hier heel lang, liever een holle rug dan een bolle rug. En dan gaan we hier inademen, onszelf iets gaan verlengen in ons bovenlichaam. En op een uitademing laat je je rechterarm boven je benen zakken. En dan linkerarm naar achter. Je mag gerust, als je nek het toelaat, naar achter gaan kijken. Voel welke spieren je moet aanspreken om in die houding te blijven. Liften, je armen strekken, je vingers spreiden. En twee ademhalingen hier. Je ademt in. Adem uit. Adem in. En volledig uit. Cirkel beide armen voorwaarts of linkerarm voorwaarts. En beide armen de lucht in. Maak jezelf lang. En dan gaan we hetzelfde doen aan de andere zij. Linkerarm laat je vallen. Boven je benen op schouderhoogte. En je rechterarm naar achter. Mooi. Adem hier heel diep in. Als het goed voelt, kijk je naar achterheen. Nog een laatste adem in. En volledig uit. Inademen met de rechterarm, zwaai je terug naar voren. Zodanig dat beide handpalmen naar elkaar toe wijzen. En op een inademing lift je je hart omhoog. En duw je vanuit je staartbeen tot aan je vingertoppen jezelf omhoog. En dan cirkel je de armen zijwaarts en omlaag. Van hieruit mag je ofwel je benen in elkaar, je onderbenen in elkaar kruisen en dan over je benen rollen of verplaats je voeten links of rechts, zodat je je weg vindt op handen en knieën. Neem maar op handen en knieën, ga je kijken naar je uitleiding, handen onder je schouders, knieën onder je heupen, voetvreven ontspannen in de mat. En dan gaan we eerst een paar cat-cow-houdingen aannemen. Dus je ademt in, je maakt een holle rug, sluit gerust je ogen. Adem uit, maak een bolle rug, kantel je bekken, kruin en staartbeen wijst omlaag. Adem in, holle rug. Adem uit, bolle rug. Adem in, holle rug. Adem uit, bolle rug. Als ik te vlug of te traag ga, doe je het op jouw ademhaling. Nog een laatste adem in, telkens als je een holle rug maakt. En op een uitademing zet je je rug bol. En dan kom je terug in neutrale positie. Van hieruit ga je op je ellebogen komen steunen. En dan ga je, op het moment dat je op je ellebogen steunt, ga je je handen terug in de mat doen. Of spreid je handen mooi wijd, of je vingers mooi wijd. En dan lift je je ellebogen terug uit de mat. Dus op het moment dat je ellebogen onder je schouders staan, lift je de ellebogen terug uit de mat als je handen krachtig in de mat staan. Van hieruit gaan we onze rechterarm onder onze linkerarm steken. En dan steun je met je rechterschouder in de mat, een deel van je hoofd of je oor. En dan wat gaan we van hieruit doen? Je mag hier gerust kiezen wat hij doet met je andere hand, dus je linkerhand, ofwel schuif je linkerarm nog verder naar voren, of hou je hem voor je gezicht, hier maakt het niet echt uit. En dan ga je je linkerbeen eerst gaan doorstrekken. Dus je strekt je linkerbeen door. Je trekt je navel naar binnen. Wat gaan we nu doen? We gaan het gewicht gaan verdelen in ons rechterschouder, rechterknie liever. En dan lift je je linkervoet uit de mat. Kijk tot in hoeverre dat het haalbaar is. Vind je balans. Duw je heel van je af. Hou je voet in lijn met je heupen. En dan adem je heel diep in. En volledig uit. En dan heel langzaam. Laat je je linkerteen op terug naar de mat vallen. Eerst terug je knie onder je heup plaatsen. En dan schuif wel je linkerhand voor je gezicht. En dan vind je je weg terug eerst op je ellebogen. Dus ellebogen onder je schouders, knieën onder je heupen. Spreid je vingers mooi wijd. En dan lift je terug beide ellebogen uit de mat. We gaan hetzelfde doen aan de andere zij. Linkerarm onder je rechterarm. En dan laat je je linkerschouder zakken, een deel van je hoofd of je linkeroor. Kies wat hij doet met je rechterhand. Schuif je hem naar voren of hou je hem voor je gezicht. En dan ga je de tijd nemen om je rechterbeen door te strekken. Eerst tenen gekruld in de mat. En vind je dit al voldoende, dan blijf je gewoon hier. Wil je balans eventjes gaan uittesten?
Ga je dan je rechtervoet gaan flexen, duw je hiel bij je af en lift je je been omhoog tot een lijn met je heup. Voel je balans, voel je lichaam. Adem hier heel diep in en volledig uit. En dan heel langzaam laat je terug je rechtertentoppen vallen. Neem de tijd om je knie terug onder je heup te zetten. Schuif je rechterhand voor je gezicht en vind je weg terug op handen en knieën. Mooi. Van hieruit gaan we terug linkerbeen nu naar achter strekken, maar nu vanuit handen en knieën. Point je teentoppen, trek je navel naar binnen. En dan van hieruit ga je rechterarm eerst naar voren strekken. Linker teentoppen, lift je omhoog, lift je knie op en lijn met je heup, je linkerknie uiteraard. En dan zwaai je rechterarm naar achter. Rijd dan met je rechterhand heel misschien je linkervoet vast. En dan open je rechterschouder door je voet naar achter en omhoog te schoppen. Lukt het je niet, dan open je schouder op die manier en reik je naar die voet toe. Dan gaan we hier nog één ademhaling erbij nemen. Je ademt heel diep in. En volledig uit. Op een zachte manier laat je los als je je voet vast had. Strek je arm terug naar voren en je been of je voet terug naar achter. En dan laat je terug alles in de mat zakken. En hetzelfde doen aan de andere zij. Strek je rechterbeen naar achter. Trek je navel naar binnen. Dan ga je heel langzaam eerst je balans vinden als je linkerarm naar voren strekt. Rechterbeen ga je buigen. Knie blijft in lijn met je heup. En dan ga je je linkerarm naar achter zwaaien. Zijwaarts en naar achter. Blijf gerust hier waarbij je je linkerschouder opent en reikt dan naar die voet toe. Als je voet kan vastnemen, neem hem vast. En dan schop je je voet naar achter en omhoog. Waar je ook bent, we nemen nog één ademhaling erbij en we komen dan terug heel bewust uit de houding. Adem heel diep in en volledig uit. Heel langzaam laat je los of strek je linkerarm naar voren, rechtervoet naar achter. En dan heel bewust kom je terug op handen en knieën. Van hieruit mag je je rechtervoet tussen je handen stappen. En de heupen wat gaan openen, dus je mag je linkerknie ofwel naar achter schuiven ofwel je rechtervoet naar voren schuiven, zodat je heel diep bij je heup komt zitten. Van hieruit mag je je handen in je zij plaatsen en lift je jezelf helemaal omhoog. Je mag gerust blijven doorzinken zolang dat je niet je lage rug hol zet. Dus je probeert je staartbeen naar de mat toe te duwen. Van hieruit cirkel je de armen zijwaarts en omhoog. Adem in. En volledig uit. En dan ga je handen terug eerst naar weerszijde van je rechtervoet zwaaien. Eenmaal dat beide vingertoppen in de mat staan of beide handen in de mat staan, strek je je linkerarm de lucht en open twist. Voelt het goed? Hier mag je je linkerarm laten zakken op je rug. En heel misschien neem je je rechterbil vast om Hans je linkerflank te openen. Kijk rustig naar de hemel toe, adem heel diep in. Volledig uit. Nog een laatste adem in. Kom diep zinken in je heupen en adem uit. Als je je arm laat vallen net op je rug, strek je terug je arm de lucht in. En anders laat je je vingertoppen terug in de mat zakken aan de binnenzijde van je voet. Krul je achterste teentoppen in de mat. Lift je linkerknie uit de mat en stap dan je achterste voet naar voren. Voeten op heupbreedte en eerste uttanasana. Laat jezelf hangen. En hier gaan we eigenlijk praktisch Hans ons lichaam op een zachte manier gaan stretchen, hier in Uttanasana. Dus merk je van, ik kom maar half weg met mijn bovenlichaam en die wil niet zo goed of niet zo ontspannen hangen in die houding. Dan ga je je knieën buigen, je lage rug ontspannen. En als je wat meer ruimte vindt, kan je dan geleidelijk aan je benen gaan strekken. Hoofd, schouders ontspannen. En weet, in die houding verleng je niet alleen je onderlichaam, maar ook je bovenlichaam. Ga de nekspieren eventjes aanspreken door je hoofd van ja te knikken. En dan schud je je hoofd van nee. Nog
twee ademhalingen hier en ontspan je bovenlichaam telkens iets meer op een uitademing. Je ademt heel diep in. Adem uit. Adem in. En volledig uit. Op een inademing verleng je ruggraat door je handen te laten glijden tot boven je knieën. Maak jezelf lang. En op een uitademing laat je jezelf terugvallen. Vingertoppen naast of voor je voeten. We stappen onze rechtervoet een hele grote stap naar achter. Op het moment dat je rechterteentop op de mat raakt, laat je ook je rechterknie zakken. Als je knie ver genoeg naar achter of je voet ver genoeg naar achter hebt gestapt, ga je nu al heel diep in je heupen zitten. Is dat niet het geval, schuif je linkervoet naar voren of je rechterknie nog iets verder naar achter. Van hieruit plaats je handen in je zij en lift je jezelf omhoog in een high en een low lunge positie, waarbij je staartbeen omlaag duwt, maar diep in je heupen komt zitten. En dan van hieruit cirkel je eerste arm zijwaarts naar omhoog. Eén ademhaling, hier je ademt in. En je ademt volledig uit. En dan cirkel je de armen zijwaarts en omlaag. Terug aan weerszijde van die linkervoet. Van hieruit gaan we een open twist doen waarbij we onze rechterarm de lucht in zwaait. Je mag gerust hier blijven of je laat je rechterarm zakken op je rug. Heel misschien neem je linkerbil vast. Rol je rechterschouder open. Kijk misschien zelfs omhoog. En adem hier heel diep in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. Strek terug je arm omhoog als dat nog niet het geval was. En op een uitademing je rechtervingertoppen in de mat. Plant nu zeer krachtig je handen allebei in de mat. Krul je achterste teentoppen in de mat. Belangrijk is dat je hier je zitvlak al heel hoog lift. Zelfs een beetje je voorste been doorstrekt en sleep of schuif je voet naar achter ditmaal in een neerwaartse hondpositie. Wandel eerst eventjes ter plaatse in je neerwaartse hond. Ontspan. Hetgeen dat je wilt ontspannen in je neerwaartse hond, wil je je hielen afwisselen naar de mat duwen, je hoofd eventjes losschudden. Neem je tijd. Waar dat je ook bent, duw je zitvlak de lucht en duw je handen krachtig in de mat. Duw je hielen dan richting de mat en we nemen nog één ademhaling hier. Je ademt heel diep in. En volledig uit. Van hieruit ga je al het gewicht in je rechtervoet steken om je linkerbeen omhoog te strekken. Strek je linkerbeen de lucht en dan gaan de heupen iets verder gaan openen. Laat je linkervoet naar rechts uitvallen, dus buig je linkerbeen, dus je zwevend been buigen. Je hiel richting je zitvlak en open je heup. Probeer je schouders wel parallel te houden met de korte zijde van je mat. Zodat je een mooie stretch voelt in de voorzijde van je linkerheup. En dan inademend strek je je linkerbeen terug omhoog. Driebenige neerwaartse hond. En dan mag je je linkervoet buiten zijn en linkerhand stappen. En van hieruit ga je je rechterknie naar de mat laten vallen, dus je achterste knie. Hier gaan we de heupen iets verder gaan openen. Mag gerust halfweg door je armen buigen of heel misschien plaats je de ellebogen in de mat. Lizard pose of hagedis. Mag hier gerust je knie in of uit de mat liften. Hier kies je. En dan gaan we hier nog twee ademhalingen nemen. Je ademt heel diep in, trek je navel naar binnen. Adem uit. Adem in. En adem uit. Plaats je handen terug mooi loodrecht onder je schouders. Dus je lift jezelf terug. Van hieruit lift je terug je bekken omhoog. Lift je zitvlak omhoog. Strek terug je voorste been door die aan de buitenzijde van je linkerhand staat. En dan sleep je je voet terug naar achter en omhoog. Terug naar die driebenige neerwaartse hondpositie. Mooi. Point je linkervoet, dus je zwevend voet. Linker teentoppen trek je naar de hemel toe. Duw je rechterhiel richting de mat. En dan plaats je linkervoet terug in de mat. Gewoon een neutrale neerwaartse hond. Hetzelfde doen aan de andere zij. Adem in. Als je tussenin wil een kindhouding aannemen, neem je tijd. Adem in. Strek je rechterbeen aan de lucht in. Driebenige neerwaartse hond. Van hieruit gaan we gewoon ons been buigen, dus ons zwevend been buig je, zodat je bij je hiel je zitvlak toewijst en dan open je heup. Dus je probeert je rechterheup loodrecht op je linkerheup te stapelen.
En je voet, je rechtervoet, gaat nu naar de linkerzijde van je mat wijzen of vallen. Adem hier heel diep in. En volledig uit. Op een inademing strek je rechterbeen terug door, point je voet. Kijk aan de buitenzijde van je rechterhand, want daar gaan we onze rechtervoet stappen. Dus stap je rechtervoet buitenzijde, rechterhand. Linkerknie laat je naar de mat toe vallen. Ontkrul gerust je achterste teentoppen. Lizard pose. Je mag gerust hier met je handen of je armen gestrekt blijven. Of je laat je ellebogen naar de mat toe vallen. Zodat je diep in je rechterheupgewricht komt. Linker teentoppen krul je in de mat. Als je linkerknie uit de mat wil liften, en anders blijf je in die eerste positie ademen. Twee ademhalingen in welke houding je ook staat of zit. Adem heel diep in. Volledig uit. Adem in. En uit. En dan heel langzaam lift je jezelf omhoog zodat je schouders onder je heupen staan. Trek je navel naar binnen. Probeer je voorste benen een klein beetje door te strekken om terug naar die drie benen neerwaartse hond te gaan. Strek je rechterbeen de lucht in. Mooi. Pointjes wevend voet, rechter teentoppen omhoog. En terug neutrale neerwaartse hond. Vanuit je neerwaartse hond ga je naar een hoge plankpositie. Vanuit een hoge plankpositie kom je helemaal in buiklig. Eenmaal in buiklig ontkrol je de tenen, strek je armen voor je uit. Dan gaan we een diagonale stretch gaan doen met ons lichaam. Mag rust je kin eerst eventjes in de mat laten rusten. Als je linkerbeen omhoog legt, ga je je rechterarm omhoog liften. Hier gaan we twee ademhalingen nemen en alsof je jezelf hier wilt verlengen, reik je rechtervingertoppen van je af en hetzelfde met je linkervoet. Adem heel diep in. Volledig uit. Adem in. En uit. Laat terug alles naar beneden zakken en doe hetzelfde aan de andere zij. Strek je rechterbeen, strek omhoog, point je voet, linkerarm omhoog. Twee ademhalingen hier, hou alles actief, rijk door, adem in, volledig uit, adem in, en volledig uit. En heel langzaam laat je terug alles naar beneden zakken. Je mag je handen onder je schouders plaatsen, krul je teentoppen in de mat, vind je weg op handen en knieën. Eenmaal dat je op handen en knieën komt staan, mag je je rechtervoet helemaal tussen je handen stappen. Mooi. Van hieruit ga je je linkerteentoppen in de mat krullen. Gaan we naar een high lunge, dus lift je linkerknie uit de mat. En dan van hieruit ga je bekken terug omlaag brengen. Laat je bekken zakken. Op een inademing lift je je kruin omhoog, terwijl je bekken laag brengt. En op een uitademing probeer je voorste been te strekken. En ontspan over je been. Adem in, buig terug je voorste been, laat je bekken naar de mat toe vallen, lift je kruin. Adem uit, laat jezelf ontspannen over je voorste been hangen. Op een inademing, bekken laag, hart naar voren en kruin omhoog. Nog een laatste maal, adem uit als je over je voorste been hangt. En op een inademing, buig je voorste been, lift je kruin omhoog. En van hieruit ga je handen een klein beetje verder naar voren wandelen. Al het gewicht in je rechtervoet en ga onze linkervoet omhoog liften. Ons bovenlichaam laag houden. Voel de stretch in je rechterbeen. En dan gaan we hier twee ademhalingen nemen in onze halve split positie. Adem heel diep in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. En dan stap je je teentoppen, dus je linkervoet terug naar achter, alsof je naar high lunge zou komen. Maar plaats je handen dan terug krachtig aan weerszijde bij je rechtervoet, vind je weg naar neerwaartse hond. Vanuit neerwaartse hond ga je naar hoge plank. Vanuit hoge plank laat je jezelf terug helemaal vallen in buiklig. Op een inademing open je hartcentrum, cobra opwaartse hond en uit omlaag. Vind je weg terug op handen en knieën. Eenmaal op handen en knieën, stap je nu je linkervoet naar voren.
Eenmaal dat je linkervoet tussen je handen staat, krul je achterste teentoppen in de mat alsof je in een high lunge zou gaan. Duw je rechterhiel naar achter. Laat je bekken naar beneden zakken. Inademend lift je je hart naar voren, je kruin omhoog. En op een uitademing strek je je voorste been door en laat je bovenlichaam zacht worden over dat been. Adem in, duw je bekken laag, kruin omhoog. Adem uit, ontspan. Adem in, bekken laag, lift je kruin. En nog een laatste. Adem uit, ontspan. En adem in, bekken laag, kruin omhoog. Mooi, van hieruit ga je handen terug zo ver mogelijk naar voren wandelen. Zo wijd mogelijk uit elkaar. En dan ga je al het gewicht in je linkervoet steken. En laat je achterste voet de lucht in zweven. Strek je rechterbeen zo hoog mogelijk omhoog. Wandel je handen misschien iets dichter naar je linkervoet toe. Kruin omlaag. Pont je rechterteen op de lucht in. En twee ademhalingen in een halve split positie. Je ademt in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. Stap terug je voet naar high lunge. Dus je achterste voet naar high lunge. En van hieruit stap je nu op de voorzijde van je mat. Voeten allebei op heupbreedte en ontspan terug in Uttanasana. Laat jezelf hangen. Neem de tijd om heel diep in en uit te ademen. Ontspan. Ontspan je hoofd, je schouders en je nek. Dat was dochtertje lief, dat was duidelijk. En dan gaan we nog een diepe in en een volledige uitademing nemen. Je ademt in en volledig uit. Dan plaats je je handen in je zij, trek je ellebogen, schouderbladen naar elkaar toe en lift jezelf helemaal omhoog. Eenmaal hoog in Tadasana, ga je handen verstrengelen op je rug of achter je zitvlak. Rol je schouderbladen naar elkaar toe, adem in, lift je hart, lift je kruin. En op een uitademing buig je wat door je benen en laat jezelf voorwaarts en omlaag vallen. Misschien laat je je gestrekte armen naar voren vallen. Kruin omlaag, adem hier heel diep in. En volledig uit. Op een inademing lift je terug met je armen nog steeds verstrengeld achter je lichaam en laat het dan los. Dan mag je de handen verstrengelen voor je en dan gaan we hier gewoon eventjes cirkels maken. We gaan de flexibiliteit een klein beetje gaan vergroten in onze polsen. En dan schud je het eventjes los. Maak cirkels en dan stap je terug op de voorzijde van je mat. En dan mag je je armen allebei zijwaarts en omhoog cirkelen. Adem uit, cirkel je armen zijwaarts en omlaag. Adem en lift je hart halfweg. Van hieruit adem je uit, ontspan je. Vingertoppen in de mat, stap je linkervoet een grote stap naar achter. In het krijger twee positie. Dus cirkel je linkerarm voorwaarts en omhoog. Linkerarm zwaai naar achter, rechterarm naar voren. Buig of zink goed door je voorste knie, trek je navel naar binnen. En dan flip je rechterhand van de lucht in. En rijk je arm boven je hoofd, adem heel diep in. En volledig uit. Op een inademing terug naar krijger 2. En cirkel je handen aan de weerszijde van je rechtervoet. Krul je achterste teentoppen in de mat en stap naar voren. Voordat je dat we wisselen, gaan we inademen ons rug verlengen. Op een uitademing ontspannen we terug. Vingertoppen in de mat. Stap je rechtervoet een grote stap naar achter. Plant je voet van de eerste keer in de mat. Krijg je twee benen en dan cirkel je of strek je rechterarm naar de voorzijde van je mat. Cirkel verder omhoog naar de hemel, naar achter, tot aan beide armen op schouderhoogte staan. Adem hierbij heel diep in. En volledig uit. Flip je linkerhandpalm de lucht in, reik je linkerarm omhoog. Reverse je warrior, adem in. Volledig uit. Adem in, strek je armen op schouderhoogte, cirkel ze aan weerszijde van je linkervoet, krul je achterste teentoppen in de mat en stap terug naar voren. Mooi, van hieruit heel langzaam je zitvlak naar de mat toe laten vallen.
En eenmaal dat je in de mat zit, mag je beide voetzolen samenbrengen. Laat je de heupen naar buiten of de knieën liever naar buiten vallen, zodat je heupen aanspreekt. Grijp vast wat je wil vastgrijpen. Enkels of vingertoppen in elkaar haken, rond je teentoppen. En adem hier heel diep in. Op een uitademing ontspan jezelf voorwaarts en omlaag. Misschien met je ellebogen duw je onderbenen omlaag. Dan gaan we hier eerst twee ademhalingen nemen. Je ademt heel diep in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. En dan heel langzaam rol je jezelf wervel per wervel op. Lift dan je knieën eerst terug allebei omhoog. En dan mag je je linkerbeen voor je uitstrekken. Strek je linkerbeen voor je uit. En dan gaan we onze rechterbeen over onze linkerbeen plaatsen. En buig je rechterbeen als je die over je linkerbeen wil haken. Merk je dat dit voor jou niet toegankelijk is, dan mag je gerust ook je voetzool in de mat plaatsen. Als je kan en je merkt dat een deel van je voet vrede de mat raakt, dan is het al perfect. Beide knieën probeer je mooi op elkaar te stapelen en je handen plaats je dan aan weerszijden van je onderlig of van je onderbenen. Je ademt heel diep in, maak jezelf lang. Adem uit, kantel naar voren. Adem in, verleng. Adem uit, ontspan. En nog een laatste adem in, verleng. En adem uit, ontspan. Dan gaan we hier heel langzaam terug onszelf gaan oprollen. Wervel per wervel, totdat je schouders mooi boven je heupen staan. En dan gaan we hetzelfde doen aan de andere zijde. Dus neem de tijd om je rechterbeen voor je uit te gaan strekken. En we gaan ons linkerbeen vastnemen, ons linker onderbeen vastnemen, voetvreven vastnemen. En probeer beide knieën mooi op elkaar te gaan stapelen. Je rechtervoet, dus beide voeten gaan gewoon ontspannen houden. Vingertoppen naar weerszijden van knieën. Beide benen, adem heel diep in. Adem uit. Als je wat ruimte vindt, kantel je naar voren. Anders blijf je gewoon rechtop zitten. Je ademt in, verleng. Adem uit, ontspan. Nog een laatste. Adem in, verleng. En adem uit, ontspan. En dan heel langzaam rol je jezelf wervel per wervel omhoog. Terwijl je je handen en je armen terug en jezelf toesleept. Strek dan je linkerbeen ook terug voor je uit. Breng je zitvlak wat dichter naar je hielen toe. En rol jezelf uit. Eenmaal dat je zelf een ruglig hebt gerold, trek je de knieën naar je borst toe. En dan mag je de knieën of je handen aan de binnenzijde van je knieën of aan de binnenzijde van je onderbenen gaan vastnemen. Dus je armen zijn aan de binnenzijde van je knieën en grijp dan vast wat je vast kan grijpen. Zijn het nu je enkels of je voeten, je scheenbenen of je knieën aan de binnenzijde. Neem de tijd om vast te nemen wat je wil vastgrijpen, hetgeen die goed aanvoelt om te openen en laat je knieën dan gewoon ontspannen, links en rechts uitvallen. Twee ademhalingen hier, je ademt in. Volledig uit. Adem in. En volledig uit. En dan heel langzaam activeer je de spieren aan de binnenzijde van je benen om terug je knieën samen te brengen. Breng je armen in cactus en de bogen in lijn met je schouders. Trek je knieën met behulp van je spieren naar je toe. En dan laat je beide knieën naar rechts vallen. Richting je rechter elleboog. Kijk hoe hoog dat ik mijn knieën heb. Dus kijk tot in hoeverre dat het voor jou hier haalbaar is. En dan kijk je over je linkerschouder heen. En we nemen nog één ademhaling hier. Je ademt in. Probeer een bolle buik op te zetten. En je ademt uit. Dan inademen, trek je beide knieën naar je borst toe. En dan gaan we wisselen. Laat beide knieën naar links uitvallen. En misschien richting je linker elleboog. En dan kijk je over je andere elleboog heen. Dus je rechter elleboog. En dan gaan we hier nog één ademhaling en liefst buikademhaling nemen. Je ademt in en je ademt uit. Nou, heel langzaam met behulp van je buikspieren trek je de knieën terug naar je borst toe. Rol eventjes van links naar rechts over je wervelkolom. En dan laat je beide voetzolen terug naar de mat toe vallen. Stretch jezelf eventjes volledig door.
armen boven je hoofd. Je benen strek je door, point je voeten en flex misschien zelfs eventjes je voeten. Spreid je vingers mooi wijd. En dan bend je je weg in Shavasana. Je mag gerust je benen wat wijder uit elkaar gaan verplaatsen. Hetzelfde met je armen iets verder weg van je lichaam. Handpalmen omhoog, sluit je ogen, maak contact met je lichaam, met je ademhaling. En laat alle spieren in je lichaam zacht worden. Gewoon eventjes de tijd nemen om los te laten, wat het ook voor jou mag betekenen. Je hoort de geluiden rondom je. Voel hoe gemakkelijk of hoe moeilijk je kunt loslaten. Op de temperatuur en de ruimte waar je nu bent. En richt alle zintuigen naar binnen. Hier gaan we nog een drietal buikademhalingen samen nemen. Je ademt heel diep in, volle buik. Adem uit, ontspan je buik. Adem in, bolle buik. Adem uit, ontspan je buik. En nog een laatste adem in, zet je buik weer zo vol mogelijk. En uit, adem het ontspan. Plaats dan eerst heel bewust beide voetzolen terug in je mat. Laat dan beide knieën naar rechts uitvallen, hou gerust eventjes ogen dicht. Kom eventjes in de foetushouding liggen. Eén ademhaling waar je ook bent. Je ademt in. En je ademt uit. En dan heel langzaam neem je de tijd om je linkerhand of rechterhand in de mat te duwen om jezelf te liften. Neem een gemakkelijke houding aan. Eenmaal in gemakkelijke houding, plaats je de handpalmen tegen elkaar en plaats je je handen voor je hart. Bij deze wil ik jullie van harte bedanken om deze les met mij mee te volgen. Ik groet het licht in jou en ik groet het licht in mij. Namaste. Dankjewel.